Vakkenstrijders, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Judox en vandaag gaan we het hebben over de YouTube Trending Gaming pagina in Nederland. Die is namelijk behoorlijk vaak door alle kinderen in Nederland. Maar vind je deze video nou leuk? Vergeet dan natuurlijk niet om deze video eventjes te liken en te abonneren op mijn kanaal. 40% van jullie is namelijk niet geabonneerd, dus doe eventjes. Ik zou het heel erg waarderen en dan gaan we nu door met de video. Let's go. Eigenlijk zijn er een paar dingen die opvallen als je door de Trending Gaming pagina van Nederland scrolt. 1. Heel veel verbaasde gezichten. 2. Kleuren die er echt uitspringen. Echt gewoon veel te vibrant. En 3. Hele kinderachtige thumbnails. En dan vraag je je misschien af hoe dit komt. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Vibrant kleuren, dus hele kleurrijke shit. Daar klikken kinderen veel sneller op. Verbaasde gezichten verwekken de interesse van kinderen. En de titels die zijn natuurlijk gewoon zo simpel mogelijk, zodat kinderen het beter kunnen begrijpen en er makkelijker op klikken. En deze drie dingen samen zijn eigenlijk de formule voor letterlijk volledig YouTube Nederland om views te pakken. Want Nederland wordt gedomineerd door kinderen die YouTube kijken. Het resultaat hiervan zijn kanalen als Dennis2, Alex Klein, Royalistic, Paraduce, Ronald, DutchTuber, Dodo, Linktijger, Jeremy Vriezer, Junken, Gerlanko, Giel en nog heel veel meer andere kanalen. Vanzelfsprekend is het ene kanaal meer op kinderen gericht dan het andere kanaal. De twee ergste zijn waarschijnlijk Dennis en Alex Klein. Maar het gaat hier even om het principe van YouTube Nederland qua gaming. Er is letterlijk geen één kanaal meer te vinden dat zich richt op volwassen publiek, op publiek dat niet onder de 12 is. Naar mijn mening is dit ontzettend irritant en waarschijnlijk zijn heel veel van jullie het daarmee eens. Als ik thuis kom en ik gewoon eventjes YouTube wil kijken, of ik zit gewoon in het weekend even op YouTube, er is geen ontkomen aan op de Trending Gaming pagina. Op de Trending Gaming pagina staat alles vol met kindercontent en ik ben fucking 18. Ik hoef geen mensen te zien schreeuwen of kinderen gekke shit te zien doen of weet ik veel wat. Het gaat er mij om dat ik content kan zien en die content kan ik niet zien omdat het overspoeld wordt op kanalen als die ik net heb genoemd. En geloof me, er zitten genoeg 16-jarigen op YouTube, maar die kijken allemaal naar Engelse video's omdat er voor 16 plus, misschien zelfs 14 plus, gewoon helemaal niks meer te vinden is in YouTube Nederland qua gaming. Elke kanaal richt zich op het publiek dat letterlijk net kan praten. Het publiek dat er al jaren is en eigenlijk zoekt naar content, heeft niks qua content. En dat is voornamelijk mijn grote probleem. Dan gaan we het nu hebben over Koppa. Ik heb het al eerder over Koppa gehad in een video die nu eventjes in beeld zou komen. En Koppa is eigenlijk de reden dat ik het voornamelijk heel raar vind dat dit soort dingen in Nederland überhaupt nog gebeuren. Koppa staat, zoals jullie net al zagen, voor Children's Online Privacy Protection Act. En dit betekent eigenlijk dat kinderen online, kinderen onder de 13, beschermd moeten worden tegen het internet. Deze Koppa-wet is een aantal jaren geleden ingegaan om de kinderen op YouTube te beschermen tegen alles wat een content creator potentieel kan doen tegenover een kind. En dit geldt dan voor zowel advertenties als normale dingen. Dan zal ik nu eventjes een screenshot in beeld laten komen dat ik even voor jullie zal vertalen, waar eigenlijk in staat wanneer je als bedrijf, want ja, deze YouTubers zijn eigenlijk allemaal gewoon bedrijven, jouw ogen hebt gericht op kinderen van 13 jaar of jonger. Nummer 1, het onderwerp, dus in dit geval waar de video over gaat, is gericht op kinderen van 13 jaar of jonger. Nummer 2. Het bedrijf laat op zowel visueel als audiogebied zien dat ze zich op kinderen richten. Denk hierbij aan dus de kleurrijke kleuren waar ik het al over had en het geschreeuw in de video's om kinderen hun aandacht te trekken. Nummer 3. Het gebruik van cartoons of geanimeerde karakters. Nummer 4. De leeftijd van modellen gebruikt in de video. En nummer 5. Het gebruik van beroemde mensen onder kinderen. Naar aanleiding van de verplichting van deze COPPA-wet heeft YouTube verplicht een speciaal element moeten toevoegen aan het uploaden van video's waarbij je kan kiezen of je video gemaakt is voor kinderen of niet. In mijn geval selecteer ik altijd dat ze niet voor kinderen gemaakt zijn omdat ik erin scheld en dat is niet de bedoeling voor kindercontent. Maar in al deze gevallen, van al deze kanalen, is het wel het geval. Want zij maken content voor kinderen, wat ook overduidelijk te zien is. En dan vraag jij je misschien af, ja maar waarom zetten ze het dan niet gewoon aan? En dat heeft eigenlijk één hele simpele reden. Als je kindercontent aanvinkt, dus aanzet dat je video gemaakt is voor kinderen, dan krijg je minder advertenties. Je comments en likes gaan allebei uit, dus het is moeilijker om te zien of je iets goed doet of niet. En daardoor kiezen eigenlijk alle YouTubers die kindercontent maken ervoor om niet in zee te gaan met Koppa. In principe zijn al deze mensen, al deze YouTubers slash bedrijven, dus illegaal bezig. En de boetes voor het niet houden aan deze wet kunnen echt heel erg hoog oplopen. In het begin was een boete per violation, dus per eigenlijk keer dat je je niet aan de wet hield, $16.000 als maximaal. En die is in 2016 verhoogd naar bijna $41.000. Het gaat hier dus om nogal behoorlijk serieuze bedragen. Dit is niet shit waar je mee moet fucken. Sommigen van jullie kunnen je misschien nog wel de ruzie herinneren tussen Celine en Michiel en Acid een hele tijd geleden. Die ging over van alles en nog wat. Acid heeft destijds gedreigd, tussen aanhalingstekens, met het feit van, ik ga naar Koppa stappen, want bij Koppa kan je natuurlijk gewoon een bedrijf, een YouTube kanaal aangeven als zij abuse het systeem, zij doen iets wat niet legaal is. En dan zijn ze in principe de lul. Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan, omdat het natuurlijk heel veel geld en tijd kost. En daar heeft niemand zin in. Maar je kan het dus in principe wel gewoon doen, alleen niemand doet het. Dus dan komen we eigenlijk weer bij de vraag terug.
terug. Waarom gebeuren dit soort dingen nog steeds in Nederland? Ik kan je er geen antwoord op geven, want er wordt gewoon niks door gedaan vanuit Coppa of vanuit YouTube zelf. Ik heb dus geen idee. En de trending gaming pagina zal voorlopig ook nog wel zo blijven, waarschijnlijk voor altijd. Want kinderen zijn niet te stoppen, kinderen zijn het internet van de toekomst. Komt er dus gewoon op neer dat wij eigenlijk allemaal fucked zijn. Meer heb ik voor vandaag eigenlijk niemand te melden, dus vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet om eventjes te abonneren op mijn kanaal. Like deze video. Bekijk eventueel een van mijn volgende video's die je in de auto kunt zien. En dan zie ik jou hopelijk terug bij de volgende video. Laters.